En het gaat niet alleen om het tuinieren. Het gaat ook om het sociale leven wat zich in Duin afspeelt. Dat leven hopen de Egmonders weer op te kunnen pakken. Want donderdag is PBN begonnen met het wegpompen van regenwater. Via deze buizen gaat het richting zee. Het hele jaar liggen de duinlandjes al onder water, maar nu is er hoop voor de toekomst. We hebben zojuist een pomp aangezet. Het komt nu hier in een duinpan eigenlijk terecht, waarin het daarna weer infiltreert. Het duin in dat water, dat stroomt dan heel langzaam weer naar de zee toe. Het is een korte termijn oplossing die over een half jaar geëvalueerd zal worden. PBN experimenteert niet alleen bij de duinlandjes, maar ook bij de recreatiehuisjes in de Nollevallei in Egmond aan de Hoef. Begin januari was echt nood aan de man, want er begonnen de huisjes onder te lopen. Uiteindelijk zijn er 12 die echt het water naar binnen kwam. Tegen de 15 ongeveer totaal misschien wel die echt wateroverlast hadden. Maar er waren ook heel veel huisjes waar het water net tot de rand kwam. En nog net droog bleef. En we waren echt benauwd van zometeen komt dat ook nog. Op veel plekken in de duinen kampt men met wateroverlast. En dus zoeken ze naar lange termijn oplossingen. Zo laat de Duinlandjesvereniging onderzoek doen door de Universiteit van Wageningen. Je kan niet elke keer een pomp in duin plaatsen. Dat is natuurlijk onzin. En dat wil ook niemand. Het is in een prachtig natuurgebied hier. En een pomp wil je helemaal niet zien op zo'n manier. Dus ik ben heel benieuwd waar die mee komen. De Egmonders hopen voor nu in ieder geval dat het pompen helpt, want het betekent veel voor ze. Als je dan ziet wat een verkeer je hebt in Duin, of lopend of fietsend, en hoe mensen even lekker met elkaar omgaan, om het zo maar te zeggen, dat is een sfeertje. Ja, dat vind je nergens.